Goedemorgen allemaal en welkom bij de tweede webinar over patch management. Dit keer gaan we meer op de techniek in. De vorige keer zat het meer op procesniveau. Moet ik er wel bij zeggen dat ook vanuit de techniek dat er wel wat proces bij komt kijken. Maar goed, dat zullen we zo wel zien. Nou, uw gastheren van vandaag. Frits Grotehuis, die is standby adviseur informatieveiliging. Die kijkt naar de vragen in de chat en die speelt ze door naar mij, zodat ik ze kan beantwoorden. En hij zal zelf ook vragen mee beantwoorden. En ikzelf natuurlijk, Twan van der Meer, en ik ben de spreker van vandaag. Het doel van deze webinar, zoals ik al zei, het is het tweede webinar over patch management. En dit keer gaan we meer in op de techniek. In ieder geval, wat je weet na deze webinar is, je kent het traject verhogen digitale weerbaarheid van de IBD. Nou, is dat al wel bekend bij de meesten op dit moment, maar goed, we hebben meerdere modules, meerdere thema's, dus vandaar ook meerdere webinars. Nou, je begrijpt ook het belang van patch management in de gemeentelijke infrastructuur en ook raak je bekend met de relevante technische termen, ik geef je een inzicht in het technisch proces van patch management. En ik geef ook aan wat wij vanuit de IBD kunnen doen om je te helpen bij het patch management. Even kijken. Hoe ziet de dag van vandaag eruit? In ieder geval de sessie. We hebben weer een uur, zoals gebruikelijk. Eerst een stukje context. Aanleiding onderzoek. Dat is eigenlijk een klein beetje herhaling, dus daar ga ik wat sneller overheen. En waar en hoe begin ik dan? Wat moet ik dan precies doen? We hebben nog wat tips uit de praktijk. En we hebben ook weer een kwartier ingeroosterd voor vragen. We hebben ook gezien in het verleden dat er toch wel veel vragen langskomen die we dan even kunnen beantwoorden. Dus zo ziet deze sessie eruit. Nog even een paar voorbeeldjes. Citrix, hè, wie kent hem niet? We zaten bijna allemaal thuis en we konden niet werken. Het begin daarvan lag al in september. En er kwamen ook al vrij snel mitigerende maatregelen van Citrix. En ook kwam er uiteindelijk een patch. Er zat wel wat meer tijd tussen. En dat was nou juist het gevaar. Hè? Dus tussen het bekend worden, de mitigerende maatregelen en de patch. Ja, dat was wel cruciaal. En als je voor 9 januari niks had gedaan, ja, dan moet je er wel van uitgaan dat je gecompromitteerd was. Hè? Dus daar is ook het belang van patchen en van mitigerende maatregelen. Daar ga ik zo meteen even wat dieper op in. Ook de Universiteit van Maastricht, hè, die hebben €197.000 losgeld betaald. En ook dat had voorkomen kunnen worden als ze gewoon de beveiligingsupdates en alle patches geïnstalleerd hadden. Dat zie je ook de onderste onderstreepte regel. Die waren gewoon niet geïnstalleerd en daarmee waren ze dus kwetsbaar. Nou, dan zie je maar dat het ontzettend uit de klauwen kan lopen op het moment dat je dus daarmee je zaken niet op orde hebt. En dat is natuurlijk heel zonde. Goed, zoals ik al zei, hè, dit is het tweede webinar over patch management. Alles is gebaseerd op de bio, waar wij als overheid, als gemeentes aan moeten voldoen. En dit thema vult een gedeelte daarvan in, en daarmee ook de techniek. Goed, ik fiets er nog heel kort even overheen. Vroeger digitale weerbaarheid, hè? Even heel kort. Ik heb het al een paar keer vaker gezegd, dus ik ga er nu wat sneller overheen. We hebben natuurlijk een dreigingsbeeld gemaakt anderhalf jaar geleden. En er kwamen een aantal dingen uit. Gemeenten zijn kwetsbaar, bepaalde dreigingen zijn aanwezig en we weten niet wat we niet zien. Nou, op basis daarvan hadden we een onderzoek gestart om te kijken van nou, hoe zit dat nou precies en wat is het startpunt? Waar moeten wij beginnen? Nou, de resultaten die daaruit kwamen was in ieder geval het configuratiemanagement daar heel laag scoorde. Dat niet echt goed op orde was bij heel veel gemeentes. En op de tweede plaats van onderaf gezien was dat patchmanagement. We hebben natuurlijk configuratiemanagement thema hebben we al gehad. Hè? Daar hebben we twee webinars en twee workshops voor gehad. En op dit moment zitten we dus met het thema patch management. Nou, zoals je kunt zien staat ook change management en incident management nog op de rol. En dat is ook even belangrijk om te weten voor straks, omdat we het change management proces volgen bij het implementeren van patches. Daarover later meer. Dus nu patch management, configuratie management hebben gehad, betekent niet dat daar geen vragen meer over gesteld mogen worden aan de IBD. Niet zozeer in deze sessie, maar de IBD staat natuurlijk altijd klaar voor hulp bij configuratie management, noem maar op de netwerkinventarisatie. Dus neem buiten deze sessie even contact op als je daar wat meer over wilt weten.
Goed. Wat zijn nou precies de risico's van patch management? Waarom is het zo belangrijk? Nou, op het moment dat er natuurlijk kwetsbaarheden aanwezig zijn, dan kunnen die misbruikt worden. En als ze misbruikt worden, dan leidt dat tot schade. En dat kan financiële schade zijn, dat kan dingen zijn die echt fysiek stuk raken, maar natuurlijk ook imago-schade. En ja, dat doet het vertrouwen in de gemeente is natuurlijk geen goed, hè? En ook voor de interne medewerkers, de betrouwbaarheid van de apparatuur en de software, die kun je dan niet garanderen. Ja, op het moment dat als het gecompromitteerd raakt, dan raken dingen onbeschikbaar. Kun je mensen niet meer helpen aan de balie of andere processen die spelen binnen de gemeente. Het werkt dan gewoon niet meer, niet meer betrouwbaar. En wat ook heel kwalijk is, is dat op het moment als je devices bij jouw gemeente gehackt zijn, dan kan dat misbruikt worden om ook andere aanvallen te doen. Niet zozeer intern bij jouw gemeente, maar ook bij andere bedrijven, bij andere organisaties of instanties die geconnect zijn met internet. Dus dat betekent dat jouw apparatuur de bron is van een aanval. Nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk en dat wil je echt kosten voor kosten wil je dat voorkomen. Want op het moment als je het gepatcht hebt, als je het up-to-date hebt, ja, dan is de kans op die succesvolle aanvallen, die is zo klein mogelijk. Hè? De betrouwbaarheid is dan zo hoog mogelijk. En ja, je bent er ook gelijk compliant met een aantal relevante controls uit de bio. Er is natuurlijk een bepaald stuk in de bio die hier een aantal eisen aan stelt. En ook, ja, nogmaals, wat ik net ook al zei, hè, dat ze jouw apparatuur misbruiken om andere aanvallen te doen. Ja, dat wil je voorkomen. En daarom is, zeg maar, de kracht van een goed patch management is dat je die kansen allemaal zo klein mogelijk maakt. En dat is natuurlijk waar we het allemaal ook voor doen. Nu moet ik er wel bij zeggen, dat vind ik een hele belangrijke drijfveer. Patch management lijkt heel veel werk. Hè. Je moet veel doen, je moet alles in de gaten houden, je moet erop acteren als er meldingen binnenkomen, je moet het checken. Ja, klopt. Maar dat is maar een hele kleine prijs ten opzichte van de schade die je achteraf moet repareren. Ik liet net het voorbeeldje zien van de Universiteit van Maastricht. Die hebben gewoon €197.000 moeten betalen om alles weer gerepareerd. Of in ieder geval, het was alleen al het losgeld. Hè? Dan heb ik het nog niet eens over de kosten die ze intern gehad hebben om zaken te repareren. Dus de kosten voor preventie zijn echt vele malen lager dan de reparatie achteraf. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de imago- of reputatieschade die je als gemeente oploopt. Dus dat wil ik je heel graag op het hart drukken. Dat het lijkt veel moeite, het lijkt veel energie, maar achteraf betaalt zich dat dubbel en dwars terug. Goed. Eigenlijk heeft de patch management heeft twee doelen. Ik heb ze in de vorige webinar ook al eventjes kort genoemd. En doel 1 is in ieder geval het inzichtelijk maken van de actuele stand van de kwetsbaarheden en toegepaste patches. Dus wat heb ik nou allemaal gedaan en wat moet ik nog doen? En het zo op efficiënt mogelijke wijze met minimale verstoringen een stabiele omgeving creëren. Want op het moment dat je een patch installeert, of juist niet, ja, dan kan dat tot verstoringen leiden. En dat is natuurlijk ook wat je wil voorkomen. Nu is het wel zo dat er altijd een beetje een spanningsveld is, want hoe ga je er nou mee om? Hè? Je hebt patches die zoveel impact hebben, die zo gevaarlijk zijn, dat je die eigenlijk per omgaande moet installeren, eigenlijk direct. En je hebt ook patches waarvan je denkt van nou, dat kan wel met het reguliere proces mee. Als dat in de loop van een week of twee weken geïnstalleerd wordt, dan is dat prima. Dat is altijd een beetje een balans die je moet zoeken. En dat kan soms wel eens lastig zijn. En nu heb ik signalen opgevangen dat het ook wel eens zo is dat, zeg maar, gemeenten ervoor kiezen om de eenvoudige patches, de makkelijke patches, om die eigenlijk vrijwel direct door te voeren. Maar dat de complexe patches, dat die vaak een beetje op de lange baan geschoven worden. Nou, en dat is natuurlijk heel zonde, want die complexe patches die hebben wel vaak een grotere impact ook op, zeg maar, het te beveiligen item. En we proberen, zeg maar, wat inzicht te geven hoe je gestructureerd dingen kunt aanpakken om ook die complexe changes, om die complexe patches, om die toch uit te kunnen rollen. Want het is natuurlijk zonde als die blijven liggen en daar nou juist weer misbruik van gemaakt wordt. Dat zou natuurlijk heel zonde zijn. Oké. We moeten even een klein stukje verder de diepte in. Want wat houdt dat nou precies in? Hè? Wat gebeurt er nou met zo'n patch? Nou, om te beginnen wordt er een kwetsbaarheid ontdekt. En wie die ontdekt, ja, dat kan vanuit verschillende bronnen komen natuurlijk, hè.
En daar wordt dan een kwetsbaarheid, een ID aangehangen, een CVE, hè, een Common Vulnerabilities and Exposures. Die krijgt een nummer, die is van toepassing op een bepaald stukje software, van een bepaalde versie, heel specifiek. En als die ontdekt wordt, dan moet er wat mee gebeuren natuurlijk. Nou, heb je een aantal sporen. Het allereerst wat je moet doen is zorgen dat die kwetsbaarheid niet misbruikt kan worden. En dat zou je kunnen doen met mitigerende maatregelen. Dan moet je denken een bepaalde poort op de firewall dichtzetten, zodat die applicatie onbereikbaar wordt. En ja, misschien zelfs in het ergste geval het gewoon wel uitzetten. Dat is bij Citrix ook gebeurd. Dan waren een aantal maatregelen, die heeft men aangegeven van, joh, dan word je, ja, kun je voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. Ging helaas niet bij alles goed. Dus werd er op een gegeven moment geadviseerd, zet het maar uit. Nou, zet het maar uit is natuurlijk ook een mitigerende maatregel. Nou, terwijl dat gebeurde, werkte de leverancier, die werkte keihard aan een patch om die beschikbaar te stellen, zodat we ook echt de kwetsbaarheid weg konden nemen. Maar in die tussentijd werd ook het onderste spoor, de kwetsbaarheid, die werd geëxploiteerd. Er waren best veel Citrix-omgevingen die gewoon al gehackt waren, waar misbruik van gemaakt werd. En ja, ik heb daar een uitroeptekentje bij gezet, omdat op het moment als die situatie optreedt, dan dat is een pad wil je eigenlijk niet op. Dan heb je veel reparatiewerk, hoge kosten, imago-schade, medewerkers kunnen niet werken. Dat is echt een pad wat je eigenlijk toch wel wilt voorkomen. Goed, als je dan verder kijkt, dat gebied, dat gedeelte in de tijd van de melding van de kwetsbaarheid tot en met het feit dat er een patch beschikbaar is, dat noemen ze zero day. En dat is ook eigenlijk een van de grootste angsten, de zero day attack. Omdat op dat moment is er eigenlijk nog niks structureels beschikbaar om echt goed die kwetsbaarheid weg te werken. En op het moment dat die patch beschikbaar is, ja, dan kun je natuurlijk het patch management proces in en zorgen dat die geïnstalleerd wordt en dat je uiteindelijk weer veilig bent. Nou, dat kun je op een gegeven moment ook zien op de grafiek onderin, de kans op misbruik. Hoe verder dat de tijd vordert, hoe groter dat die kans op misbruik wordt. Dus hoe belangrijker het is om op tijd te handelen. Nou, en op het moment dat de patch is doorgevoerd, ja, dan is de kwetsbaarheid verholpen. Dan zie je dat het dreigingsniveau plop in één keer weer naar beneden zakt, naar een acceptabel niveau. Ja, want dan is de kans op misbruik is een stuk kleiner geworden. Nou, dit is eigenlijk een beetje hoe het melden van een kwetsbaarheid en het beschikbaar komen van een patch en het toepassen van een patch, hoe dat in zijn werk gaat. En je ziet er gewoon een aantal cruciale punten waar je dus alert op moet zijn en waar je ook als ICT-omgeving toch wel goed aandacht voor moet hebben om dat te kunnen doen. Nou, waar die kwetsbaarheid, die melding dan vandaan komt, het kan uit verschillende bronnen, maar daar kom ik zo meteen nog eventjes op. En als je dit dan vertaalt, hoe ziet het dat dan uit in de werkelijkheid? Want dit is natuurlijk een theoretisch plaatje. Zo ziet het er in de werkelijkheid uit. Ik zal hem even wat groter zetten. Dit is de kwetsbaarheid van Citrix uitgewerkt van het moment van melden tot en met het de scope bepaalde, het aanbieden van mitigerende maatregelen en het uiteindelijk beschikbaar stellen voor een publieke patch. En dat proces is belangrijk om goed in de gaten te houden. Dat je daar de juiste acties in neemt en dat je daar ook de adviezen opvolgt met acties die je daarin neemt. Nou, dat is natuurlijk heel mooi hè, maar hoe begin je daar nou precies mee? We hebben natuurlijk als IBD hebben wij dat beschreven in onze processenplaten, in module 1. En dat is een mooi startpunt. Daar staat in beschreven dat je het proces moet hebben, dat je de kwetsbaarheden bekijkt, dat je de patches toepast, dat je het registreert. En dat hele proces is daarin in beschreven. En ik ga dan beginnen op het moment dat beslist is dat er een patch doorgevoerd moet worden. En dat doe ik omdat in het vorige webinar heb ik uitgelegd dat er altijd een soort selectie plaatsvindt van wat doen we nou met die patch. Is het een spoedpatch, hè? Heeft heel veel impact, is heel urgent, dan moeten we hem gelijk doorvoeren. Of is het een reguliere patch, nou, dan kunnen we dat gewoon in het normale proces, op de normale manier kunnen we dat doen. En ja, het grote voordeel is dat de een heel snel is,
maar wel iets risicovoller. En de andere op een normaal tempo gaat, maar wel veel veiliger is. En daarmee ook een hogere beschikbaarheid kunt garanderen. Nou, die keuze van hij moet uitgevoerd worden en we passen het normale proces of het reguliere proces toe. Dat is het punt waar we nu starten. Want op dat moment duiken we de techniek in. En dat zien we dan op deze manier. De patch wordt geïnitieerd. Nou, er wordt bepaald of het dan een spoed of geen spoed is. Tijd is daar de bepalende factor. En in dit voorbeeld wil ik graag ervan uitgaan dat het geen spoedpatch is. Dus een normale, reguliere patch. En de reden waarom ik dat doe is omdat we dan alle stappen die we daarin zien, die kunnen we dan doorlopen. We skippen dan niks. Hè, want bij een spoedprocedure kun je bepaalde tests zou je kunnen overslaan. Hè, dan is het een beperktere test dan in het reguliere proces. En dat is de reden waarom ik daar voor gekozen heb. Nou, hoe bereid je dat nou voor? Je hebt de melding gekregen, je hebt de patch beschikbaar. En dan ga je dus eerst kijken, welke stappen moet ik nou precies nemen volgend het change management proces. Want dat proces is wel leidend. En dat is wat ik in het begin ook zei. Hè. Er komt een stukje proces in terug. En dat is met name het change management. Dit is een klein stukje van het change management wat ik hierin laat zien. Want het is natuurlijk veel breder. En dat komt in de volgende webinar, bij het volgende thema, komt dat nog uitgebreid onder de aandacht. Maar ja, we konden eigenlijk niet zonder dit. Dus vandaar dat ik even een heel klein stukje uitpak om dit door te nemen. Nou, vaak is het zo dat als je een changeproces doorloopt, dan is een change implementatieplan, oftewel een SIP, ja, is dan verplicht. En in het SIP, daar staan een aantal stappen beschreven die je moet doorlopen om een change succesvol uit te voeren. En het implementeren van zo'n patch is natuurlijk is gewoon een change eigenlijk. Hè? En nou, zo'n changeproces omvat nog veel meer, maar ik heb even nu voor ons de relevante punten voor patch management heb ik er even uitgepakt. Op een later termijn stellen we overigens nog wel een change implementatieplan template beschikbaar, mocht je daar behoefte aan hebben. Maar dat komt bij het volgende thema, omdat dat change management is. Dus dat nog even geduld daarvoor alsjeblieft. Nou, wat heb ik nodig? In ieder geval de relaties en afhankelijkheden met andere ICT-componenten. En heel belangrijk, ook bepaalde ketens. Want op het moment dat je een stukje software verandert, dan kan het zomaar zijn dat de keten niet meer werkt. En dat moet je goed in de gaten houden. Dus in je testplan moet je dus tests opnemen die de volledige keten of afhankelijkheden meetest. Dus op het moment van tevoren kijken wat werkt er allemaal. Dat is de pre-test. Dan op een gegeven moment dan doe je je implementatieactiviteiten. En dan doe je de post-implementatietest om te kijken of het werkt op dezelfde manier zoals het voor de implementatie werkt. Nou, dat is wel heel belangrijk, want stel dat je de pre-test niet doet en je doet daarna de implementatie, doe je de test en dan blijkt dat er iets mis is. Ja, dan kun je echt helemaal drie slagen in de ronde zoeken. Terwijl dat misschien wel bleek dat het in de pretest ook al niet werkt. Dus dat is natuurlijk gevaarlijk. Daar moet je even rekening mee houden. Dus dat is een onderdeel wat heel belangrijk is om te beschrijven in de Change Implementation Plan, in het SIP. Nou, de implementatieactiviteiten natuurlijk. Hè. Wat moet ik nou precies doen met die patch? Hè? Wat moet ik allemaal installeren? Welke settings moet ik aanpassen? Noem het allemaal maar op. Dus zo gedetailleerd mogelijk. En uiteindelijk go-no-go criteria. Oftewel, wanneer is een change succesvol? Welke criteria moeten dan positief vervuld zijn? En wanneer is dat dus niet acceptabel? Nou, als het een go is, nou, dan kunnen we natuurlijk door naar de volgende stap. Maar als het een no-go is, dan zullen we terug moeten rollen. Dus hebben we ook een rollback scenario nodig om ervoor te zorgen dat de omgeving toch weer beschikbaar komt, ondanks het feit dat het installeren van de patch mislukt is. Dus dat zijn even de stappen of de onderwerpen die in zo'n SIP, in zo'n change implementatieplan horen te staan. Zodat we stap voor stap voor stap heel gestructureerd, zelfs al is de patch heel complex, kunnen we toch op een gestructureerde manier kunnen we alle stappen nemen met een zo hoog mogelijke kans op een goede afloop, op een goed slagen. Oké,
Dan gaan we echt de diepte in. Zoals ik net ook al aangaf, hè, is het testen, zowel voor de implementatie als na de implementatie, is heel erg belangrijk. En daar is eigenlijk een hele goede testomgeving of acceptatieomgeving is daar toch wel van belang. En die test- en acceptatieomgeving die moet ja, toch wel grotendeels eigenlijk gelijk staan aan de productieomgeving. Als die heel veel afwijkt, ja, dan kan de change in acceptatie of testomgeving succesvol zijn, terwijl die toch in productie mislukt, omdat die zoveel afwijkt. Dus dan moet ongeveer toch wel een match zijn tussen die twee omgevingen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dit lijkt heel omslachtig en extra omgevingen, noem het allemaal maar op. Dat kan natuurlijk ook bij leverancier zijn. Want een groot aantal gemeenten die besteedt bepaalde stukken beheer, besteedt men uit. En dat betekent dus ook dat patch management voor een gedeelte bij de leverancier ligt. Dus ook die tests kunnen bij de leverancier liggen. Is het wel zaak voor de gemeente om te accepteren, om de test te accepteren dat het klopt, ja of nee. Dus alle testwerkzaamheden kunnen door de leverancier gedaan worden, maar op een gegeven moment komt de omgeving beschikbaar en zul je toch als gemeente zul je moeten kijken van oké, doet het nog wat het moet doen? Kan ik mijn werk nog steeds doen nadat de patch is geïnstalleerd? Nou, op het moment dat blijkt dat dat zo is, dan kun je natuurlijk door. Dus dit is even het belang van de omgevingen die je nodig hebt, of al niet zelf, of bij een leverancier, of in de samenwerking daarvan, kan dat gebeuren natuurlijk. Nou, als je dan kijkt, hè, hoe werkt dat dan? En hier komen dan de onderdelen van het Change Implementatieplan, van het SIP, komen hier weer terug. En nou, heel verstandig natuurlijk altijd eerst een backup maken. Dat zit dan ook zeg maar in het stappenplan wat je moet uitvoeren. Maak eerst een backup. Dat mocht het misgaan, dat je in ieder geval nog al je data veiliggesteld hebt. En daarna doe je de pretest. Dus je kijkt eerst van nou, werkt de omgeving zoals ik verwacht dat die werkt, zoals ik denk dat die werkt? Nou, is dat goed? En zeg van nou, oké, dit is een stabiele situatie waarmee wij verder kunnen. Dan wordt de patch geïnstalleerd. Nou, deze heb ik toevallig een firewall erbij gezet. Dus die patch wordt geïnstalleerd. En op het moment dat dat succesvol verlopen is, hè, dat de patch gelukt is, dan ga je dus alsnog de test verder van het testplan uitwerken. Om te kijken of dat hij hetzelfde reageert als in de pretest. Dat we zeker weten dat de omgeving nog steeds stabiel en goed daarin in werkt en zoals het hoort. Nou, ook daar komt weer dat go-no-go moment. Hè? Voldoet het aan de criteria? Ja, is het succesvol? Nou, dan kunnen we ervan uitgaan dat we door kunnen naar productie en dat de patch ook in de productieomgeving, omdat die toch redelijk gelijk is met de acceptatieomgeving, dat die daar waarschijnlijk ook succesvol zal zijn en gaan we naar de volgende stap. Mocht het hier nu niet succesvol zijn, ja, dan zitten we in dat rollback scenario. Dan zullen we hem toch weer af moeten halen en in ieder geval de omgeving moeten herstellen dat die weer werkt. En ja, dan moeten we even terug naar de tekentafel. Even kijken wat er misging. Om een nieuwe poging op te zetten in die testomgeving. En kijken waar het misging. Nou, dat is altijd een lastig scenario. Want dan moet je echt heel diep erin duiken. Van, joh, wat gebeurt daar nou precies? Waarom ging het nou mis? Nou, dit is wat je doet in de testomgeving. Nou, hier kun je wat, ja, heb wat minder risico. Hè? Hier zit niemand op te werken in principe. Hooguit misschien ontwikkelaars. Goed, dat moet je natuurlijk even afstemmen. Maar dat is de eerste stap die je daarin maakt. Nou, gaan we verder op het moment dat het succesvol is, dan moeten we naar productie. En daar komt het echte werk eigenlijk pas. Hè? Dus in de productie, ja, dan ga je eigenlijk weer dezelfde stappen doen. Ook weer heel gestructureerd, volgens een vast stramien. Maak een backup, ga de tests doen. Als die succesvol zijn, installeer de patch. Dan de volgende tests. Als die succesvol zijn, dan wordt er een akkoord, dan komt er weer een go-no-go moment. Is het een no-go? Een rollback? Is het een go? Dan ronden we de change af en kunnen we daarin verder. Even kijken of ik niks vergeet. Nee, dus dat is zeg maar, eigenlijk twee keer doe je diezelfde stappen. En de reden daarvan is om, ja, om het tweeledige doel te behalen, dat we met zo min mogelijk verstoringen een veilige, stabiele omgeving kunnen creëren. En vandaar dat het ook op die manier kan. En door juist die structuur vast te houden, heb je een vast pad die zowel voor simpele
patches te doen is, als ook voor de complexere, omdat je namelijk alles per stuk opschrijft welke stappen je moet nemen, welke tests je moet doen. En ja, de kans dat je iets over het hoofd ziet, ja, die is natuurlijk altijd nog wel een beetje aanwezig, maar die is wel minimaal geworden. Die is echt geminimaliseerd. Dus, nogmaals, hè, dit lijkt heel complex, dit lijkt heel uitgebreid, maar door dit te doorlopen, dat is maar een schijntje in vergelijking met het moment dat je echt gecompromitteerd raakt, dat je echt gehackt wordt en echt je omgeving moet restoren, dat je misschien zelfs wel losgeld moet betalen in geval van ransomware aanvallen, zoals bijvoorbeeld in Maastricht. Dus dat is een beetje ook de boodschap die ik graag wil meegeven. Het lijkt heel complex, het lijkt heel veel werk, is eigenlijk ook wel, maar je kunt er zoveel ellende mee voorkomen dat het echt absoluut de moeite loont om het te doen. Nu moet ik er wel bij zeggen, hè, ik heb nu het volledige scenario heb ik laten zien. Het kan natuurlijk zijn, als je een wat kleinere gemeente bent, met een wat kleinere omgeving, kan het natuurlijk zijn dat die stappen heel snel kunnen. Hè? Vaak zijn het dezelfde mensen die in een bepaald team zitten, die kunnen heel snel schakelen. Nou, dan gaan die stappen wat sneller en kun je dit echt in een paar momenten kun je dit aftikken. Maar ik heb het bewust eventjes volledig laten zien, zodat ook voor complexe, grotere ketens, dat je dit kunt toepassen. Goed. Dan op een gegeven moment, als het allemaal goed is, je hebt een go gekregen, alle tests zijn geslaagd, alle functionaliteiten zijn geaccepteerd, ja, dan is de change eigenlijk afgerond. En ja, hier komt dan wel weer even ook weer een haakje naar ons vorige thema, configuratiemanagement. Natuurlijk moet je de CMDB aanpassen, wat heb je precies aangepast, en de toegepaste patch daarin registreren. Dan weet je, dan is je CMDB is weer up-to-date. Je weet zeker op het moment als er een bepaalde kwetsbaarheidsmelding komt die deze patch nodig heeft, dan kun je heel simpel in je CMDB kunnen zien van, oh, die hebben we al gedaan, prima, hoeven we geen aandacht meer aan te besteden. En dan voldoe je dus aan alle richtlijnen en weet je dat je gewoon veilig bent. Dat spaart een hoop uitzoekwerk, spaart dat uit. Even kijken, Frits, zijn er al dringende vragen binnengekomen toevallig? Ik heb... Er zijn vooral wat concrete kwetsbaarheidsvoorbeelden voorbij gekomen en wel wat meer gedetailleerde vragen. Dus ik denk zelfs dat we misschien beter eerst de tips nog kunnen doen en dan volledig voor de vragen gaan. Ik schrijf ze in ieder geval op. Oké, top. Nee, dan doen we die zometeen naar de vragenronde inderdaad. Het is een beetje het proces en de stappen, de technische stappen die je moet nemen. En dan hebben we ook nog wat tips uit de praktijk. En ik zal hem even wat groter maken. Hier is heel duidelijk ook de link met de IBD. Wij als IBD, wij verzorgen natuurlijk de kwetsbaarheidsmeldingen aan de ASIPs en de VSIPs van gemeenten. Maar dat kunnen we alleen maar doen als de ICT-foto actueel en compleet is. Want wat erin staat, daar kunnen wij op selecteren, daar kunnen wij op reageren. Daar krijg je dan meldingen over die specifiek voor jou relevant zijn. En nu moet ik eerlijk zeggen, het samenstellen, het up-to-date maken van een ICT-foto is op dit moment nog handwerk. En dat leidt ertoe dat sommige ICT-foto's toch een beetje outdated zijn. Je moet er echt zelf effort in stoppen, je moet hem zelf aanleveren. En ik zie dat de laatste tijd dat wat afneemt. Dat we wat minder ICT-foto's binnenkrijgen, geüpdate, als dat we zouden verwachten. Hè? Omdat ICT-infrastructuren, ja, die veranderen eigenlijk continu. Dus het zou ook te maken kunnen hebben met de netwerkinventarisatie. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Hè? Want zoals een aantal mensen weten, zijn wij bezig met de netwerkinventarisatie. Een soort scan binnen netwerken waar wij een gedeelte van de ICT-foto mee kunnen actualiseren. Nou, dat zit nog in pilotfase, maar dat kan hier wel straks, als alles goed gaat, bij helpen. Maar in ieder geval de boodschap die ik alsnog wil geven, tot die tijd, hè, of als je geen gebruik maakt van netwerkinventarisatie, zorg alsjeblieft dat je ICT-foto actueel en compleet is en dat die aangeleverd is bij de IBD. Want dan kunnen wij namelijk daar goed op selecteren en dan kunnen we precies de kwetsbaarheidsmeldingen sturen die voor jou relevant zijn. En ja, dat is echt essentieel, dat is de start voor het patchmanagementproces om ervoor te zorgen dat kwetsbaarheden in jouw netwerk ook echt aangepakt gaan worden. Dus dat is echt de eerste stap, dat kan ik niet genoeg benadrukken.
Als je daar dan een stapje verder in wilt gaan, dan kun je gebruik maken van vulnerability scanning. En vulnerability scanning gaat heel actief op zoek naar kwetsbaarheden in je netwerk. Nou, daar heb je de meest geavanceerde tools heb je daarvoor. Dat is best complexe materie, maar daarmee maak je ook echt een flinke stap in het verhogen van je digitale weerbaarheid. Omdat je namelijk heel actief kijkt, nog voordat er eventueel via bepaalde kanalen kwetsbaarheidsmeldingen binnenkomen, kun je al zien of er iets aan de hand is en wat je dan wellicht moet doen. Hè? Want vaak zit er ook een mogelijke oplossing aan gekoppeld. En dan nog een stapje verder. Hè? Maak ook gebruik bijvoorbeeld van hardening en pentesten. Ik noem dit hier in één zin, maar het zijn eigenlijk wel twee dingen. Hè? Want aan de ene kant met hardening zorg je ervoor dat je systemen sterker gemaakt worden. En daarmee bedoel ik dat je bijvoorbeeld services die normaal aanstaan, maar die je niet nodig hebt, die zet je uit, zodat ze ook niet misbruikt kunnen worden. Daarmee worden de toegangsmogelijkheden tot bepaalde servers, tot bepaalde systemen, worden daar door beperkt. En daarmee de kans dat die gehackt worden kleiner. Maar dan is het tweede gedeelte daarvan, als je dat zeker wilt weten, dat je niks over het hoofd gezien hebt, nou, dan kun je het altijd nog laten pentesten, penetration testing. Want daarmee kunnen toch nog bepaalde dingen die je zelf even niet in de gaten had, kunnen er toch nog bloot mee komen te liggen. En kan het toch nog zijn dat er een bepaald achterdeurtje open staat, waar de penetration tester ziet van, hé, hier kan ik toch nog een ingang vinden. Nou, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Nogmaals, dat is ook weer een enorme stap vooruit in het verhogen van je digitale weerbaarheid. Maar ja, dat kost best veel tijd. Het vergt extra kennis, het vergt extra capaciteit. De meeste gemeenten hebben penetration testers zelf niet in dienst. Ze zullen dat moeten inhuren. Nou, dat kost natuurlijk ook weer energie en geld. Maar nogmaals, daarmee maak je echt een flinke stap vooruit om te zorgen dat je infrastructuur veilig en betrouwbaar wordt. Nou, nog een belangrijke, evalueer en leer. Er kan altijd iets misgaan. Hè? Ik heb niet voor niks zo net de rollback scenario's benoemd. Er kunnen altijd dingen fout gaan. Er kunnen altijd dingen niet werken. Zelfs rollback scenario's kunnen soms niet werken. Hou daar ook rekening mee. Hè? Dus in de planning hou rekening met een stukje uitloop. Dat mocht er het rollback scenario toch niet helemaal werken zoals je zou denken, dan kun je daar actie op ondernemen. Dus evalueer goed. Kijk wat ging er mis. Wat kan er beter? Hebben we iets over het hoofd gezien? Waar hebben we wat laten liggen? Echt een hele belangrijke stap in dit verhaal. En last but not least zou ik haast willen zeggen. Hou rekening met complexe ketens. Als ik kijk naar de systemen die op dit moment gebruikt worden, de ketens die op dit moment gebruikt worden voor alle diensten die geleverd worden vanuit gemeentes, dan zijn dat eigenlijk bijna allemaal ketens. Er is niks, bijna geen enkel systeem meer op zichzelf. Alles is gekoppeld met bepaalde ketens. En ja, dat maakt het wel complex, dat is zo. Maar door het volgen van die stappen in het patch management proces, breng je dit in kaart en kun je op een gestructureerde manier inzicht krijgen wat nou die afhankelijkheden zijn en waar je dan rekening mee moet houden, wat je moet testen. En dat ook weer in combinatie met je configuratiemanagement, hè? Dat is weer de basis, hè? Vandaar dat we die ook in het begin al behandeld hadden in het vorige themakwartaal. Dat is de basis om te weten, wat heb ik allemaal in mijn netwerk zitten? Welke relaties hebben die? Welke afhankelijkheden hebben die? Dat is natuurlijk een startpunt voor het in kaart brengen van een dergelijke complexe keten, zodat je ook daar heel gestructureerd de stappen kunt nemen om de patches te installeren. En hou daarbij altijd in het achterhoofd dat als ik op het ene systeem een patch installeer, dat het andere systeem misschien in één keer niet meer doet. Nou, die mogelijkheid die is er. En die zou je kunnen testen in je testomgeving. Maar dat is wel een beetje lastig, omdat je kunt niet altijd alle ketens in je testomgeving bouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje de afsluiter van de tips uit de praktijk. Die ketens, ja, die maken het complexer, maar blijf gewoon gestructureerd werken. En dan kun je dat probleem ook tackelen daarin. Goed. Volgens mij, ik zag in de chat zag ik al een hoop vragen voorbij komen. Er zijn een hoop vragen gesteld. Dus we hebben hier en daar wat discussies. Wel leuk om te zien. Ik zal even kijken, even een paar uitlichten. Jan Willem,
Die zegt, waarom wordt er eigenlijk een verschil gemaakt tussen patches en andere updates, standaard en niet standaard, spoed en niet spoed, zeg maar. Ja. Deze volgen al het changeproces, worden getest en worden ook bijgehouden in CMDB. Is patch management niet gewoon change management? Ja. Die redenering die snap ik. Want change management is een beetje een soort moeder van alle processen. Hè? Want als je ook maar iets in je infrastructuur doet, of dat nou ten gevolge is van een incident, of ten gevolge van een kwetsbaarheid, of inderdaad je wilt gewoon een normale upgrade draaien, omdat je bijvoorbeeld functionaliteit nodig hebt. Je hebt altijd die stappen in het patch management nodig. Dus ja, dat ligt eigenlijk een beetje als een soort dragend vlak onder al die aanpassingen die je doet in je infrastructuur. Dat is gewoon het geval. Maak je een onderscheid tussen reguliere updates of patches? In principe volgen ze dezelfde stappen. Alleen patches die worden vaak geïnitieerd omdat er een bepaald risico aan ten grondslag ligt. Hè. Er is bijvoorbeeld een kwetsbaarheid gevonden die het noodzaakt om zo'n patch te maken. Terwijl dat als je iets upgrade of update, dan heeft dat vaak te maken met bepaalde functionaliteiten die niet werken. En dan is nou juist zeg maar de business die bepaalt in welke snelheid dat doorgevoerd moet worden. Kijk, als je een beveiligingspatch draait, ja, die wil je eigenlijk uit veiligheidsoogpunt, wil je die eigenlijk het liefst zo snel mogelijk erin hebben zitten. Terwijl dat een update in functionaliteit, ja, als de bedrijfsvoering het acceptabel vindt, van, joh, als dat over een maand geregeld is, vind ik het ook best. Nou, dan is dat natuurlijk een bepalende factor, hoeveel resources ingezet worden om het op tijd door het changeproces heen te krijgen. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we puur hier op patch management richten. Omdat dat een meer tijdsdringender karakter heeft. Dus dan is er nog een discussie tussen Hans en Petra, of in ieder geval de verduidelijking gevraagd. Het gaat er eigenlijk om, ik hoop dat ik het goed samenvat, maar Hans gaf aan, ik denk dat je het proces zou moeten bepalen hoe je change management inregelt. Daarmee bespaar je een hoop discussie en overbodig werk. En daarmee bedoelt hij meer, als hij het verder toelicht, dat er op basis van de klassificatie van een bedrijfsproces of applicatie zou moeten worden bepaald hoe met patchen worden omgegaan. Soms is een uitgebreid patchproces niet zinvol of onzinnig. Denk aan systemen die niet redundant zijn. Daar komt het meer aan op gezond verstand gebruiken. Het is wel van belang dat je weet wat je aan het doen bent. Ja, maar dat is altijd. Je moet altijd je gezonde verstand blijven gebruiken. Altijd. En inderdaad, hè, dat is ook een klein beetje wat ik vind wel een hele goede aanvulling trouwens. Hè. Ik zei straks op een gegeven moment ook, bij bepaalde systemen of bij bepaalde processen of bij bepaalde gemeenten die een bepaalde complexiteit van infrastructuur hebben, dan kan het zijn dat je al die stappen anders klassificeert en dat je daar een andere aanvliegroute kiest. Maar uiteindelijk komt het er nog steeds op neer dat het erom gaat dat je systemen veilig maakt en dat ze beschikbaar blijven. Dat is de kern van de zaak. Hè? Dus dat is zeg maar de twee hoofddoelen die ik ook in het begin daarin noemde. Om daar een afweging in te maken. Dat is altijd een beetje een spanningsveld die je moet zien te doorbreken om daar een oplossing voor te verzinnen. Maar dat je daarin je kopje moet blijven gebruiken, dat is altijd zeker. Dan gaf Hans ook aan dat wij krijgen liever alle meldingen, en het gaat dan denk ik over ICT-foto, wij krijgen liever alle meldingen en maken zelf de keuzes. Er is altijd shadow IT of systemen bij leveranciers die niet in de ICT-foto zitten, dus we maken liever zelf de afdeling. Ja, dat is ook een hele goeie. Als je voldoende resources hebt en als je heel goed bezig bent, als je op een hoog volwassenheidsniveau zit, hoe je omgaat met kwetsbaarheidsmeldingen, dan kan ik deze redenering kan ik volgen. En wel om het feit dat, precies wat hij ook al zegt, hè, er kan shadow IT zijn die nog niet in de ICT-foto staat, en dan mis je die meldingen. Dus dan zie je iets niet. En dan loop je dus een risico zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Ja, dat is natuurlijk heel slecht. Maar de praktijk wijst uit dat niet alle gemeenten voldoende resources of voldoende aandacht hebben, zal ik maar zeggen. Want dat moet natuurlijk ook vanuit het management moet dat ondersteund worden. Niet voldoende aandacht en niet voldoende resources
om al die kwetsbaarheden die binnenkomen, om nu allemaal door te spitten, om uit te zoeken in de infrastructuur of dat die van toepassing is op die betreffende gemeente, en er dan ook nog wat mee te doen. En daarom is zeg maar de dienst van de kwetsbaarheden voor de IBD, die is er ook op gericht om daarmee wat werk uit handen te nemen van gemeenten die met dat probleem worstelen. Dus puur om de belasting, de last bij een gemeente, om die te verlagen, doen wij als IBD, doen dat stukje werk en zeggen van joh, hè, door jouw ICT-foto weten we hoe jouw omgeving eruit ziet. We hebben alvast uitgezocht wat voor jou van toepassing is. Dit is voor jou van toepassing, dus wat je dan krijgt, daar moet je ook echt mee aan de slag. Dus dan hoef je niet zelf nog het onderzoek te doen van joh, is dit wel relevant voor mij? Nou, en daarmee zie je ook meteen de relevantie, de belangrijkheid van het up-to-date zijn van de ICT-foto. Want op het moment als er bijvoorbeeld bepaalde systemen al opgeruimd zijn, maar die zitten nog in je ICT-foto, dan krijg je die melding. En dan weet je van, oh shit, ik krijg hem van de IBD, dus ik moet er echt wat mee doen. Maar dan blijf je van, oh nee, die systemen zijn al weg. Nou, dat is zeg maar het belang van het accuraat houden van de ICT-foto. Want daarmee kunnen wij als IBD de gemeente echt gewoon een hoop werk uit handen nemen. En dus ja, daarmee de last verlichten. Dan Berghout geeft aan, hoe lever je de mutaties aan bij de ICT-foto? Voor de ICT-foto? Ja, de ICT-foto is eigenlijk een soort lijst, hè, een verzameling met van hard- en software die je in je gemeente hebt. Dat is een bepaald template, die kun je aanpassen en inleveren bij ons bij het CERT. Die kunnen dat weer verwerken in de systemen. Maar ik kan er wel bij zeggen dat wellicht gaat dat in de toekomst een beetje veranderen op het moment als de netwerkinventarisatie meer vorm krijgt en ook succesvol blijkt. Nogmaals, hè, daar zitten we mee in een pilot. Dan zal een gedeelte daarvan zal automatisch gevuld worden, wat dan ook al automatisch bij ons als IBD terechtkomt. En we zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we nou de dingen die we daar missen, hoe kunnen we die nou eenvoudig vragen aan gemeenten, of hoe kunnen ze dat simpel aanleveren. Maar op dit moment is het gewoon een lijst die je aanlevert, en op het moment dat die binnenkomt, dan verwerken wij hem. Dus het is niet zo dat wij die één keer in de maand verwerken of zo, hè? Want ik zie toevallig morgen hier vragen hoe frequent verwerken ze die. Op het moment dat die binnenkomt, dan verwerken wij hem. Al is dat iedere week, iedere maand, maakt niet uit, dan verwerken we hem gelijk. Ja, dan nog een inhoudelijke vraag over vulnerability scanning en hardening. En pentesten. Dus eigenlijk de tips die je gegeven hebt in de vorige slide. De eigen vraag van Jan Willem. Is dit echt een onderdeel van het beschreven patch management proces? Of moet ik het eerder zien als beheeractiviteiten die samenhangen met patch management? Ja, dat laatste. Het is niet dat standaard in het patch management zit, maar met name zeg maar vulnerability scanning en penetration testing, daar ga je actief op zoek naar kwetsbaarheden of ingangen die je kunt misbruiken. Dus het is eigenlijk een soort extra trigger aan het begin van je patch management proces om in kaart te brengen van hey, we hebben een kwetsbaarheid en we moeten er wat aan doen. En of dat er wat aan doen, of dat nou het uitvoeren van mitigerende maatregelen is, hè, bijvoorbeeld de firewall dichtzetten of andere poorten gebruiken of wat dan ook, of het is het installeren van een patch, ja, weet je, dat kan allebei, maar zie het als een extra actieve trigger dat je snel op de hoogte bent en dat je ook diepgaand op de hoogte bent dat er iets mis is in jouw netwerk en dat je dus actie moet ondernemen. Dus dat is echt een stap bovenop op het niveau van het verhogen van je digitale weerbaarheid dan wachten tot er een melding komt en daar iets mee gaan doen. Je bent het dan net even allemaal een stapje voor en ook dieper in de materie. En dan, ik heb eerder ook wat dingen over bijvoorbeeld de recente Microsoft patches voorbij zien komen, maar ik zie nu ook een vraag in verband met de coronacrisis van Theo. In verband met coronacrisis bijvoorbeeld veel gebruik nu met thuiswerken van Microsoft Teams en Microsoft, zeg maar. En er is ook veel uitdaging in klassieke applicaties en systemen up-to-date houden, zeg maar. Office 365, software in de cloud. Hoe krijgen we daar beter grip op? Dus ik probeer even kijken of ik de vraag snap, hè? Want ik hoor twee dingen. Want als je kijkt, zeg maar, over software vanuit de cloud. Kijk, als je een dienst afneemt vanuit de cloud,
dan doe je dat omdat je ontzorgd wil worden. Hè? Omdat je juist zelf geen eigen infrastructuur wilt hebben, maar dat je puur een dienst afneemt uit de cloud. Dan heeft patch management in die cloud is wat minder relevant, omdat je daar nou juist het contract mee aangaat met de leverancier. Bijvoorbeeld de Microsoft voor Teams of wat dan ook. Dus daar heb je vanuit je eigen patch management, heb je daar wat minder invloed op. Ik twijfel even of dat het antwoord is op de vraag. Ik zit even kijken wat ik hem zie. Is dat een beetje de strekking van de vraag, Frits? Want ik kan hem zo even niet terug. Ja, ik denk dat het gaat over hoe grip te krijgen op de reguliere patches, zeg maar. Dus ik denk dan dat wordt bedoeld bijvoorbeeld de maandelijkse Patch Tuesday van Microsoft. Anders moet Theo het even verder toelichten. Even kijken hoor. Dan een vraag van extra vraag van Jouke. Even kijken hoor. In de slide over spoed en patches en normale patches zag ik dat de impact van de security patch hoog is, maar op het systeem is dat toch vaak juist niet zo. Een security patch wordt gemaakt om een specifiek probleem te fixen. De impact om de werking van die applicatie is daarom beperkter. Als je een normale patch binnenkrijgt, dan is dat vaak een verzameling van nieuwe functionaliteiten of bugfixes. Of interpreteer ik dan de slide verkeerd? Even denken. Ik hoor meerdere vragen in elkaar. De eerste is inderdaad die impact. Met die impact, daarmee bedoel ik eigenlijk dat op het moment dat die kwetsbaarheid misbruikt wordt, wat dan de gevolgen zijn. Dus niet zozeer de impact van het systeem, dus dat die zwaarder belast wordt, of dat die moeilijk te installeren is, of wat dan ook. Nee, daarmee bedoel ik dat op het moment dat die misbruikt wordt, dat je zoveel schade krijgt, dat je zoveel extra werk moet doen, dat heel veel energie kost, dat er heel veel resources mee gemoeid zijn. Dat bedoel ik eigenlijk met die impact. En daarmee kun je bepalen of iets een spoedchange of een reguliere change wordt. Kijk, op het moment dat een bepaalde kwetsbaarheid maar een klein beetje effect heeft, ja, dan mag die best mee in het reguliere proces. Maar als die echt zware, ernstige gevolgen kan hebben, voor de gezondheid van je ICT-infrastructuur, zal ik maar zeggen, ja, dan gaat hij het change-proces in. Dan gaat hij het spoedproces in, sorry. Even kijken, dat was één vraag die ik daarbij hoorde. En de andere gedeelte. Even kijken hoor. Ja, ik denk dat het bedoelt van, het is toch ook vaak een set aan nieuwe functionaliteit en bugfixes, dat het niet één kwetsbaarheid is. Ja, dat klopt. Maar dan praat je niet zozeer over security patches, maar dan praat je echt over updates of upgrades van een bepaald pakket bijvoorbeeld. En het is zeker zo dat soms de security patches en functionaliteitspatches, dat die in elkaar verweven zijn. Dat het één pakketje is die aangeleverd wordt. Dat is zeker het geval, ja. Ik ook even aan dat hij inderdaad dan de slide verkeerd begrepen heeft. Dus dank daarvoor, Gert-Jan. Oké. Okay. Nou, goed dat het even laten. Duidelijk. Even kijken hoor. Jan Willem heeft nog een vraag over de koppeling met het CMDB. Kan een voorbeeld worden geschetst van hoe dat op patch level niveau kan worden vastgelegd per configuratie item? CI. Dat is wel lastig, hè, want laat ik even een stapje terug doen. Hè. Wij zijn met die netwerkinventarisatie bezig. Daar komt een bepaalde lijst uit, een bepaalde lijst met assets en software en versienummers. En wij zijn nu bezig om dat iets te maken wat geïmporteerd wordt in bijvoorbeeld Topdesk. Alleen je kunt als inrichter van een CMDB, kun je zelf kiezen welke items je daar precies inzet en waar je, wat je als basis neemt. Bij configuration management bijvoorbeeld was een gemeente die zei van ja, wij gebruiken de locatie als basis. He, want op een bepaalde locatie staat bepaalde apparatuur en op die bepaalde apparatuur staat bepaalde software en op die bepaalde software zijn bepaalde patches toegepast. Nou, dat is zeg maar de opbouw die je dan maakt om dingen te linken. Dan is die locatie is zeg maar de verbindende factor. Maar je kunt ook kiezen als gemeente om te zeggen van nou, wij pakken juist de dienst. Pakken wij als bindende factor. Bijvoorbeeld, als je kijkt, heel veel, eigenlijk alle gemeenten hebben de VTH-processen, hè? Dus vergunning, toezicht en handhaving. Dat is een keten die grijpt in elkaar. Daar zijn een aantal applicaties voor nodig, er zijn een aantal databases voor nodig, er zijn een aantal connecties naar buiten mee nodig. Dat is een bepaalde keten.
En als je die als basis pakt, dan zie je dat zeg maar, op die dienst staan bepaalde devices, bepaalde apparaten. Op die apparaten draait bepaalde software en daar staan dan weer bepaalde patches op. Dus voor hetzelfde principe heb ik nu al twee manieren gegeven hoe dat geregistreerd staat kan staan in de CMDB. En dat is puur zeg maar aan de gemeente, hoe ga je daar nou mee om? Welk criterium pak ik nou als verbindende factor? En afhankelijk daarvan kun je doorlinken en kun je zeggen van nou, hè, deze software draait daarop en daarom heb ik daar die patch op geregistreerd. Dus om te zeggen van, geef eens een concreet voorbeeld. Ik kan geen voorbeeld geven wat altijd toepasbaar is, maar zo kun je het zelf beredeneren uit de manier zoals de CMDB in jouw gemeente is opgebouwd of nog opgebouwd moet worden of wat dan ook. Maar mocht je daar nou nog vragen over hebben, neem even contact op na deze sessie. Dan kunnen we er altijd verder mee helpen om te kijken wat is slim om dat in jouw situatie te doen. Even kijken, er wordt gevraagd naar de vragen van Robin en Erik op 10:21. Dus moet ik even terugscrollen. Er zijn wat lange vragen over Citrix, Microsoft. Ik even kijken of ik de vraag eruit kan halen. Ik kijk even mee. Ik denk dat het gaat over de meest recente patches. Of in ieder geval de Microsoft Server patch, waar dat deze week over gaat. Ja, ik zie wat de vraag dan is. Hoe kritiek is deze patch en hoe kunnen we dat goed beoordelen? Ja, nou ik zie dat zowel zeg maar de vraag van Erik als van Robin, die gaan allebei over de risico-inschatting. Wanneer kies je nou voor spoed of wanneer kies je nou voor regulier? En dat zijn twee hele goede vragen, want het inschatten van zo'n risico, hè, dat is gewoon heel erg lastig. En ik kan daar geen pasklare antwoord op geven van joh, zo moet je dat doen. Want er zijn verschillende factoren zijn daarvan afhankelijk. Maar op het moment, als dat optreedt, hè, dan staan wij als IBD als CERT natuurlijk ook klaar om daar over mee te denken. Vaak hebben we is het ons al ter oren gekomen dat die patches er zijn. Hè, want die van Microsoft bijvoorbeeld, nou, daar hadden we al een heads-up van gehad. Het is lastig om dat te beoordelen. Er zijn een aantal factoren die in ieder geval wel daarvan belang zijn. Dat is in ieder geval van inderdaad, wat is de impact als het misgaat? En hoe groot is de kans dat het misgaat? En dan grijp ik heel even terug naar die van de Citrix bijvoorbeeld. Hè. De gevolgen daarvan, die waren echt groot. Hè, want je kon namelijk flink misbruik maken van het frontend van de Citrix-omgeving. En de mitigerende maatregelen daarvan, die waren best complex om te installeren. En dan was het bij sommige versies nog niet eens zeker dat die mitigerende maatregelen, dat die ook echt werkte. En ook de kans dat die gebruikt zou worden, die was ook heel groot. Want er waren op dat moment waren er namelijk al programma's in de omloop die konden scannen naar Citrix-omgevingen en die ook gelijk aangaven van ik heb een Citrix-omgeving gevonden en hij is nog kwetsbaar ook. Dus de kans dat het gebeurde was heel erg groot. De impact die het had op de gevolgschade, zal ik maar zeggen, die was heel erg groot, want je kon echt gewoon een hoop kapot maken dan. Hè. En het feit dat de aangedragen mitigerende maatregelen niet altijd werkten, dat maakt het echt tot een hele benarde situatie. En dat is ook de reden waarom destijds ook vanuit het NCSC is geadviseerd, zet hem uit. Dan weet je gewoon zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Nou, dat is een beetje de opbouw, hoe dat je zo'n inschatting maakt. Hè? Dus wat is de ernst, wat is de kans en hoe groot is de schade zeg maar, die gaat ontstaan? Of hebben we goede mitigerende maatregelen die we kunnen toepassen, die de productie niet verstoren, zal ik maar zeggen. Dat zijn de factoren die je daarin mee moet nemen. Maar dan nog blijft die afweging blijft lastig. Want als je kijkt dat de beslissing die uiteindelijk, zeg maar, of het advies wat uiteindelijk gegeven is vanuit het NCSC, die is destijds geëscaleerd tot een grappenhuis toe. Dus dat geeft wel een beetje aan, zeg maar, hoe complex zo'n beslissing is. En nogmaals, hè, we kunnen als IBD kunnen we daar altijd mee over nadenken en over adviseren.
Ja, ik zag nog een kort toevoeging op dit verhaal was van Erik dat er een ander voorbeeld SAP is, wat er ook een intern systeem is hieraan gerelateerd. Even kijken hoor. Leon heeft een kort toevoeging gedaan dat pentesten zeker een aanrader is. Ja. Bij hun is het allemaal goed onder controle. Ik kreeg een compliment van de hacker, maar er was toch iets in de firmware van een bepaalde applicatie niet helemaal goed. En toen kon toch wel snel binnengedrongen worden. Dus het is zeker om wat onvoorziene achterdeuren nog eventjes op te controleren, zeg maar. Ja, ja. John vraagt of er een overzicht is van alle meldingen die een gemeente krijgt, zodat ik als CISO kan zien of de meldingen zijn afgehandeld. Ja en nee. Kijk, er gaat natuurlijk iedere keer als er meldingen zijn, dan gaan die vanuit de IBD, gaan die naar de gemeente toe. En dan hangt het een beetje vanaf welke afspraak gemaakt is, of dat via de ASIP of de VSIP gaat. Dus daar is een overzicht van, dat is er. Maar om te controleren of er ook echt iets mee gedaan is binnen de gemeente, ja, daar hebben wij als IBD natuurlijk geen inzicht in. Dat hangt ervan af hoe uiteindelijk geregistreerd wordt welke patches binnenkwamen, wat ermee gedaan is. En als ik heel even terugkijk naar het vorige webinar van 2 weken terug, daar heb ik ook aangegeven dat het heel verstandig is om kwetsbaarheidsmeldingen die binnenkomen, om die te registreren in een ticketsysteem, bijvoorbeeld via de service desk. En de reden daarvan is dat het dan vast ligt wat er binnengekomen is, dat er een deadline aan gekoppeld wordt wanneer er iets mee gedaan moet zijn, en of dat dan gereageerd of opgelost is, kun je dan zelf bepalen. En je kunt ook verspreiden welke mensen allemaal inzicht moeten hebben in die meldingen die er gekomen zijn. Dus dat maakt het dan als CISO of als ICT-manager of wie daar ook die verantwoordelijkheid voor draagt, maakt het in ieder geval inzichtelijk wat er allemaal binnengekomen is en welke acties eraan gekoppeld zijn. Puur omdat er dan een trace staat in het ticketing systeem en dus makkelijk controleren is wat ermee gedaan is. Dus dat is nog even de tip, zeg maar, hierbij. Zorg dat het goed geregistreerd wordt binnen de gemeente, zodat je een soort controleslag erop kunt doen. Ja, zoals John geeft aan dat het vooral om het overzicht gaat. Ik zit even te kijken, er komen best wel wat vragen binnen. Even gezien de tijd, even kijken of ik nog een belangrijke vergeten ben. Anders zou ik zeggen, neem vooral contact op met de CERT of met de IBD. Ja, 11 uur al, hè? Ja. Ik zie in ieder geval nog, Hans had nog een tijdje terug al even over de IBD ICT-foto. Dat hij niet heel veel meer werk zou vinden als hij alle meldingen zou krijgen, zeg maar, om dat zelf te scheiden. Oké. Dat in ieder geval. Even kijken of ik nog iets anders. Ja, Petra vraagt nog of er iets is van een vragenlijst of een beslisboom om makkelijk de kans en impact te bepalen van een patch of change. Nee, die is er op dit moment niet. Maar dat vind ik wel een hele goede suggestie. Dus Frits, misschien moeten wij die maar meenemen als een soort template, zoals we ook, zeg maar, voor het SIP nog aan de slag moeten, hè? Het change implementatieplan. Dus die nemen we even mee. Want ik denk wel dat het zeker slim is om een bepaalde vragenlijst te hebben om te bepalen of een patch nou dringend is, ja of nee. Ja, ik zou zeker ook het advies daarop op van de IBD of de NCSC daar zeker in meenemen. En ook altijd de kans inderdaad om het gewoon aan de CERT even te vragen als onduidelijkheid er is. Even kijken hoor, monitoring is nog even genoemd door Theo. Vooral met betrekking tot cloud en software van anderen afnemen. Het gaat dan niet om patchen, maar er kunnen wel andere problemen bij ontstaan. Ik denk wel een goede toevoeging. Ja, inderdaad. Een risico-inschatting betekent ook wel of iets open staat voor het internet of niet. Dat maakt de noodzaak vaak groter. Maar ook dreigingen komen ook van intern. Hè? Dus op het moment dat kwetsbaarheden ontdekt zijn, dan kunnen ook medewerkers bewust of onbewust daar wel wat mee doen. Dus dat moet er wel in meegenomen worden. Ik denk dat we dan in ieder geval de meeste vragen zullen beantwoorden. Mochten er nog vragen zijn, ik zou zeggen, stuur even een mailtje of neem even contact op gewoon met de IBD. En dan kunnen we kijken of we die vragen eventueel nog verder kunnen beantwoorden.
We gaan richting, het is 11 uur, we hebben een groot gedeelte van de vragen hebben we kunnen beantwoorden, een aantal nog niet. Nou, Frits, ik denk dat wij dan nog even in moeten duiken, dat we die offline nog eventjes beantwoorden. En sowieso, ik heb nu de website en het e-mailadres van de IBD in beeld staan. Dus mochten er nog aanvullende vragen zijn, of wil je even sparren over iets, neem alsjeblieft contact op, dan reageren we daarop. En dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen betekenen. Sowieso hè, is de IBD en de CERT altijd bereikbaar om hier bij te helpen, met te assisteren. Dus neem alsjeblieft contact op, mailen, bellen, mag allemaal. Dus dat is in ieder geval de boodschap die ik daar wil geven. Dus, goed. Nou ja, we zijn aan het einde gekomen van deze webinar. Bedankt voor alle goede vragen. Er zaten echt hele goede tussen. Mooie aanvullingen ook. Daar ben ik erg blij mee. En ontzettend bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En neem contact op als je nog vragen hebt of ergens informatie over wilt hebben. Tot ziens. Dankjewel.